Kinder. Ja, wij gaan beginnen. Goedemorgen, allemaal van harte welkom bij deze voordracht. Mijn naam is Joost Albers en ik ben uw programmacommissaris. Het is alweer de tweede keer dat wij in deze nieuwe omgeving van het Science Center zitten. Vorige maand was het met de heer Stoop over de Vries-Roubaix. En vandaag hebben we weer een nieuwe voordracht. De voordracht wordt, zoals ik het net al zei, wordt gestreamd. Dus op dit moment zitten er ook mensen thuis of waar dan ook mee te kijken. Ik dacht dat het er bijna 20 waren die nu meekijken. U ook van harte welkom. Vandaag gaan we een lezing horen over de ruimtevaart. En met de naam van de voordracht Tussen droom en daad, Wernher von Braun. En dat wordt gegeven door de heer Hans Walrecht. Hans is al enige tijd met pensioen, nadat hij ruim 40 jaar heeft gewerkt in het onderwijs. Hij is vanaf jongs af aan is hij zeer gefascineerd geweest door de luchtvaart. En op een gegeven moment kwam daar ook nog de ruimtevaart bij. Dus ik denk dat de combinatie van onderwijs en gefascineerdheid borg staat voor een hele interessante en heldere lezing. Het is ook even leuk om te vermelden dat de heer Hans Walrecht ook betrokken is bij het museum Stoommachine in de Medeblik. En dat wij daar onlangs nog zijn geweest voor het uitreiken van de Willem-Wolff-prijs. Ik heb hier een foldertje net gezien en ik wist het al dat Hans ook enorm veel andere voordrachten op zijn programma heeft staan. Dus wellicht zien we hem in de toekomst wel vaker. Voordat we dus gaan luisteren naar de geschiedenis van de raket, de ontwikkeling van de V2 en natuurlijk ook over Wernher von Braun, wil ik toch even nog het programma met u doornemen. De lezing duurt tot een uur of 12, zeg maar, rond. Dan hebben we even een pauze en dan is er weer verse koffie beschikbaar. Dat is ook wel prettig. Daarna is er de vervolg van deze voordracht en de mogelijkheid om wat vragen te stellen. Dat gaat dan onder leiding van onze kersverse en nieuwe voorzitter van Histechnica, de heer Henk Sips. Henk zal ook eventjes ingaan op de komende lezingen die we nog krijgen. Er zijn twee gepland voor de vakantie en ook drie na de vakantie. Dus daar zal Henk nog eventjes op ingaan. Op verzoek van Jacques Plugge wilde ik even dit boek nog onder uw aandacht brengen. Het is een Engelse vertaling van een Nederlands boek wat beschikbaar is in Hofwijk en dat heet Huygens en Hofwijk. Het is bedoeld voor een meer internationaal publiek. Het is niet alleen een vertaling, maar het is ook aangevuld met nog wat mooie prenten en wat andere bijzonderheden. Ik ben zelf bij de opening geweest als enthousiast Christian Huygens-fan, ik kan u dat zeker aanraden. Hier ligt een exemplaar om even in te kijken. Dat was het van mijn kant. Ik geef met heel veel plezier het woord aan Hans Walrecht. Ben ik te verstaan achterin? Oké. Goedemorgen, welkom allemaal. Nou, ik heb een beetje krap tijd, dus ik moet een beetje presseren, zoals in Duitsland zeggen. Wernher von Braun speelt een belangrijke rol. Ja, het was iemand die echt uit opportunistische motieven allerlei dingen doet die niet zo netjes zijn. We komen daar nog uitgebreid, hoe kom je daar op terug? Dit zijn de drie V-wapens: de vliegende bom, de V2 waar het vandaag over gaat, en de V3. Dat is niet zo bekend. Groot kanon met allerlei zijladingen, waardoor het projectiel steeds meer snelheid krijgt. En die moest op een speciale helling
gebouwd worden om goed gericht te kunnen worden. Korte geschiedenis van de raket. In China rond het jaar 1000 werd er al vuurwerk gebruikt. Geen siervuurwerk, want dat mag je zo niet aansteken. Het was echt om de vijand schrik aan te jagen. Willem Congreve monteerde een granaat op een vuurpijl en werd dat een wapen. Onder andere gebruikt bij het beleg van Wenen. Jules Verne had het helemaal mis met van alles en nog wat, maar hij heeft wel een interessant boek geschreven, wat heel veel mensen toch wel een beetje enthousiast maakte voor eventuele reizen buiten de aarde. Tsiolkovsky, 1883, hij heeft heel goed over ruimtevaart nagedacht en had al berekeningen gemaakt hoe je een satelliet in een baan 300 kilometer boven de aarde in een baan kon brengen. En hij was ook voorstander van vloeibare brandstoffen, want die kon je regelen. Dit heeft hij ooit eens een keer op een bord gekrabbeld en iemand anders heeft deze tekening daarvan gemaakt. En dat is zijn idee, de aandrijving zeg maar en de nuttige lading, dus het vervoer van een aantal mensen. De verhouding tussen payload en aandrijving is een beetje zoek natuurlijk. Robert Goddard, Amerikaan, die is bezig vanaf 1909 met het proeven doen op het gebied van raketten. En was een heel bijzondere proef die hij deed. Een luchtledige fles, een buskruid vuurwerkmotortje daarin en apparatuur. En hij kon zien dat in het luchtledige dat raketje ook stuwkracht had. Want veel mensen dachten nog in die tijd dat je de lucht nodig had om die straal tegen af te zetten. Hij ging verder en in 1926 had hij een raket die 56 meter hoog kwam, vloeibare zuurstof en benzine. De motor zit bovenin en de rest fungeert voor brandstof en oxidatie. En het zwaartepunt moet natuurlijk omlaag, net als bij een vuurpijl. Dus vandaar dat hij hem zo heeft uitgevoerd. Duitsland, daar wordt heel veel aan raketonderzoek gedaan. Winkler die heeft een motor, dit is een proefmodel, dat dit heeft niet gevlogen. Maar de voorste twee buizen zijn tanks en dat donkere ding op de achtergrond is de motor. In het Deutsches Museum in München zie je nog de houten balans waarmee die dus de stuur. Hermann Oberth, een van de belangrijkste mensen uit die groep in Duitsland. Hermann Oberth heeft in 1923 al een boek geschreven over het principe van de raket. Er stond zelfs al een tekening in van een tweetraps raket. Dat boek dat heeft heel veel mensen enthousiast gemaakt, waaronder ook Werner von Braun. In 1927 wordt de Vereniging voor Ruimtevaart opgericht en daar zien we heel veel bekende namen, onder andere Hermann Oberth en Werner von Braun. Oberth werd hem eigenlijk gevraagd een raket te bouwen voor de film van Fritz Lang, Vrouw in Mond. Maar hij kreeg dat niet snel voor elkaar. Dus heeft hij alleen voor de effecten gezorgd. Maar de raket zag er zo uit als op deze postzegel. 1928, een echte Art Deco raket. Dus er ontstaat een rakettenkoers in Duitsland. En waarom juist daar? Nou, bij het verdrag van Versailles werd Duitsland bijna alles verboden wat iets met oorlog in verband gebracht kon worden. Niet te grote schepen, geen zware vliegtuigen en heel veel andere beperkingen. Ook de grootte van hun leger, wat in feite een soort politiemacht was. In het verdrag van Versailles werd van alles genoemd, maar geen raketten. Logisch, want dat was toen nog eigenlijk geen item. En in die omstandigheden konden die vereniging zijn proeven doen. Ze hadden een blad, die raketten. Max van Lier heeft ook nog een boek geschreven over reizen naar andere planeten. En er waren er meer die dat deden. En dan Werner von Braun. Die familie woonde in de buurt van Poznan. Poznan heette dat vroeger. Maar ja, Poznan, het werd Pools. Ze moesten daar weg en ze verhuisden naar Berlijn. Werner von Braun is eigenlijk vrijheer. Dat is niet een titel, maar dat gaf wel aan dat je wat betere kringen kwam. En zijn moeder was een begaafd natuurkundige, die gaf hem ook een telescoop en die wilde hem toch een beetje vooruit helpen. In
Hij was niet goed in natuur en wiskunde, tot hij het boek van Herbert Overt in handen kreeg. En dat heeft hij gelezen en toen ging het opeens heel goed met hem. In zijn jonge jaren bouwt hij nog een raket aangedreven autootje, een klein modelletje. Dat laat hij door de straten van of de hoofdstraat in Berlijn rijden. Dat vliegt in brand, de politie pakt hem op en hij wordt thuis verzorgd. Dus dat proefnemen dat zat er al heel vroeg in. In 1930 gaat hij naar de Technische Universiteit in Berlijn. Dan is hij 18 jaar. En hij wordt ook lid van de Vereniging voor Ruimtevaart. Hier staat Rudolf Nebel met Herbert van Braun waarschijnlijk op zijn 18e ongeveer. En daar worden raketten en motoren gebouwd, getest. En wat ze daar proberen is eigenlijk om de grondbeginselen van de raket duidelijk te krijgen. En dat lukt ze uitstekend. Ook 1930, een plek buiten Berlijn, de raketenvloegplaats. Daar zien we Herbert Overt bij die verticale raket. Klaus Riedel met die Mirak, wat nog een beetje op een vuurpijl lijkt. Herbert van Braun staat tweede van links en heeft een kegelduze motor, een van de vele ontwerpen die ze daar gemaakt hebben. En daar werden uitgebreid proeven mee gedaan. In 1933 begint het een militair tintje te krijgen. Er wordt een speciale rakettenafdeling opgericht onder leiding van kapitein Dornberger. En Werner van Braun krijgt de leiding over de vloeistofraketten. Er worden een serie A-modellen gebouwd en A staat eigenlijk voor aggregaat. De eerste explodeert, maar heeft een behoorlijke stuwkracht al voor die tijd. Het ding is niet zo groot, dat zullen we zo dadelijk zien. De tweede die heeft een vliegwiel om hem te stabiliseren. En dat wordt voor de start op toeren gebracht en dan kort daarna wordt hij gelanceerd. En dat werkte. Dan krijgen we de A3 die weer een hele stap vooruit is. Hij heeft staartvinnen, hij heeft ook platen in de afbuigplaten in de uitlaatstraal van de raketmotor om hem te besturen. Maar door die gyro-besturing was het geen probleem of geen succes, want daar zaten toch wel problemen in. In 1934 promoveert Von Braun op zijn 22e. En men verhuist met het hele clubje naar Peenemünde. In 1937 daar beginnen, er wordt heel veel bebouwing neergezet. Supersonische windtunnel, de eerste elektronische rekenmachines. En het is een heel mooi terrein, want, en nou heb ik even een probleem. Kijk wat de muis dat doet. Hier ligt Peenemünde. En als ze de raketten nou oostwaarts lanceren, dan kun je het over een lengte van 400 kilometer kun je die raketten volgen. Optisch. Maar Duitsland beschikte toen ook al over die grote Würzburg-radar. Dus die werd ook gebruikt om de raket te kunnen volgen. En om te kijken of hij neerkwam waar hij bedoeld was om neer te komen. De voorloper van de A4 is de A5. Een klein model. Dat wordt op Van een Eilandje gelanceerd voor de kust van Peenemünde. En dat ding dat heeft een stuwkracht van 900 kilo en komt 12 kilometer hoog. Dat is heel belangrijk om ervaring op te doen voor de bouw van de A4. Nou, dit zijn ze allemaal op een rijtje. De A4B is één keer gebouwd. De gedachte was, als je de vleugels gemaakt, komt die misschien nog wat verder. Maar dat is na één keer zijn ze daarmee gestopt. Maar dat laat wel zien wat de sprong opeens is in de schaal. Dat is het scheelt een heel stuk. De andere landen gaan we eens even kijken. Rusland, daar was een groep bezig onder leiding van Korolev. Dat is de man die ook de Soyuz-raket heeft ontworpen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het Russische Werner von Braun is. Net zeker zo goed. Godard was in 1935 al bezig met gyrobesturing en ook afbuigplaten in de uitlaat. Zijn raket kwam bijna 1500 meter hoog en kon een afstand overbruggen van 4 kilometer. Liep al duidelijk achter eigenlijk vergeleken met de Duitsers. Dit zijn originele specificaties. Er moest een raket komen die 275 kilometer ver terecht kon komen. De springlading moest 1 ton bedragen, net zoals de vliegende bom, de vliegtuigen, met een bijbehorende flinke stuwkracht.
Dat zijn wel wat leuk. Nou, we zien die verhoudingen, leeggewicht en startgewicht. Maar uiteindelijk is de stuurkracht al twee keer zoveel. Om hem natuurlijk zo snel mogelijk in zijn baan te krijgen. Maar dat staartvierkant, dat is wel heel apart. De punten, zeg maar de afstanden tussen de punten van de staartvinnen. Die kon niet groter, dat was het maximum wat ze konden bereiken. En waarom? Op een wagon moest die raket door elke spoortunnel in Europa vervoerd kunnen worden. Dus daar zijn eigenlijk, dat heeft de mate van de raket bepaald. Nou, bovenin zien we de gele tank hier alcohol, 75% alcohol, de rest water. Daaronder de zuurstoftank en dan uiteindelijk de aandrijving. Met de inval van de Duitsers in Polen lag het project de hele tijd stil. 1941 begint het weer een beetje op gang te komen. En ook qua onderzoek en start van de productie. Maar dan is het 1943 en de Russen die zetten zich, maar net zoals de Oekraïners nu doen, in die stad. Er wordt een soort guerrilla-oorlog. De Duitsers die komen niet verder, ze verliezen eigenlijk die slag. En dan grijpt Hitler naar een wonderwapen. En de A4 wordt dan V2, het vergeldingswapen nummer 2. Nou, onbekende unieke wapens zullen op weg gaan naar de fronten. Dat was voor de geallieerden nog even afwachten wat dat dan zou zijn. In feite was dit een laatste strohalm, want als hij een beetje slim was geweest, dan had hij ingezet op tanks en op viermotorige bommenwerpers. Maar hij was gelukkig niet zo slim. Peenemünde. We zien dat waar het vliegtuigje staat, de Luftwaffe, daar werd aan de V1, de vliegende bom, gewerkt. En het hele grote gedeelte aan de oostkant, dat was allemaal hier bedoeld om de V2 te testen, te bouwen en het onderzoek te doen enzovoort. Nummer 1 is niet op deze lijst aanwezig. Die is een keer omgevallen, beschadigd, gerepareerd en toen wilde hij niet starten. Dus die is gewoon uit het testboek geschrapt. De derde is een succes. Die komt 190 kilometer ver, 85 kilometer hoog. En dat is wel heel opvallend eigenlijk. Doornbusch zegt niet van, hoi, we hebben een wapen. Maar hij zegt, vandaag is de ruimtevaart geboren, het ruimteschip geboren. Dat geeft al aan dat al die mannen die daarbij betrokken waren, eigenlijk gewoon geïnteresseerd waren in de ruimtevaart en niet in een wapen. Dat gaat zo door, het is met vallen en opstaan, hele slechte resultaten en weer successen. 29 juni 1943. In de ochtend hebben ze een lancering en die gaat mis. In de middag hebben ze een lancering. En die wordt toevallig gefilmd in kleur. En die lukt. En die film die wordt vertoond aan Hitler. En die maakt van Doornbusch meteen generaal-majoor. Dat is een mooie promotie van kapitein naar generaal-majoor. En von Braun wordt meteen professor. Zo ging dat. Nou, dit zijn een paar platen van die ruim 600 testlanceringen die er geweest zijn. Hier is heel duidelijk de stuurkracht meteen al weggevallen in het begin. En dan valt hij langzaam om. En dat vijfde plaatje, dat is niet interessant, want dat was alleen maar wit van de explosie. Wat daar heel vaak in de buurt ook te zien was, en ook ver boven Duitsland, die sporen die bleven heel lang in de lucht hangen. Dat waren de contrails eigenlijk, was de contrail van een raket. En op die hoogte verwaaide dat niet zo snel. Dus het bevroren bliksem. Dit zijn wat plaatjes uit het museum op Peenemünde, paar maquettes. We zien daar aan de linkerkant rond de lanceerplaats een aardewal. Dat is gewoon om dat bos niet in de brand te steken als er wat mis zou gaan. En er werd ook speciale stellages gebruikt die verrijdbaar waren. En die de raket dan op de lanceerplaats konden zetten. Dit is nummer 7, er waren er nog 6 en dat waren allemaal plekken waar uitgebreid getest werd. Hier hebben we het gebied nog een keer en aan de tekening aan de linkerkant, daar staat Kraftwerk, daar is de elektriciteitscentrale, die staat links onderaan.
Die was eigenlijk voornamelijk bedoeld om zuurstof, de zuurstoffabriek te voorzien van energie, om met het Linde-proces zuurstof te maken in het gebouw. Dat staat er ook nog steeds. Ja, waarom zijn ze er eigenlijk naartoe gegaan? Benno van Braun, die kende dit gebied uit zijn vakanties. Het was afgelegen, lekker rustig, kon je maar aardig in het geheim aan het werk gaan. Vandaar dus dat het door hem is het Peenemünde geworden. Even een intermezzo. Den Haag is een plek waar heel veel lanceringen hebben plaatsgevonden. Maar bijna alle Nederlandse lanceringen. En dat is echt het Cape Canaveral van achter de duinen geweest. Die raket die vloog 65 seconden en de motor werd afgezet. En dat was de raket al 40 kilometer hoog. Dat schoot hij nog een hele tijd door, maar vanaf dat moment was er geen aandrijving, geen besturing meer. Eigenlijk gewoon een granaat uit een howitzer. En die kwam dan uiteindelijk binnen 5,5 minuut in Londen aan. Onderweg bijna 6000 kilometer per uur en bij de inslag vloog die raket ook nog bijna 3000 kilometer per uur. 680 graden, daar overleefde natuurlijk de elektronica erin, die daarin zit, overleefde dat ook niet. Maar dat maakte dan niet meer uit. De nuttige lading, een bom, de aandrijven en de besturing uiteraard. Bij die testen werd geen springstof gebruikt, maar de neuskegel werd gewoon gevuld met een gedeelte zand en dergelijke. Want daar ging het ook niet om. Met springstof kon er een behoorlijk grote krater ontstaan. En later hebben ze het nog met een drukregelaar, zeg maar, in de spits van de raket ervoor gezorgd dat hij net boven de grond ontplofte, waardoor je dus veel meer effect krijgt. Daar was het voor bedoeld. Ik heb de Engelse titels maar aangehouden. Voor de pitch, de elevatie, daar werden twee staartvlakken gebruikt, 2 en 4. Dus wat hier horizontaal is in de tekening. En de rol de haaiengang, die werd bestuurd door 1 onderaan en 3 helemaal bovenaan. Het idee van de gyrotol, die motortjes die waren kardanisch opgehangen en die draaiden 30.000 toeren per minuut. Dit is linksboven in die grote foto, dat is de gyro voor de elevatie, dus voor de pitch. En daar zit dat is een beetje moeilijk aan te wijzen. Dit is de potentiometer die erbij hoort. En dit is de stutsmotor, ik kom er zo meteen nog op terug. De andere gyro is voor de assen die te maken hebben met het yaw en met de roll op zijn lengteas. Hier zijn ze nog een keer getekend en we zien daar op die bovenste gyro, die voor de pitch bedoeld is, daar zit een stutsmotor. Dat is een motortje die als je gaat draaien dan dwingt hij de kardanische ophanging van de gyro een beetje. En dat betekent dat hij na die 4 seconden daardoor aan een gebogen baan begint. Dit moet een replica zijn van de versnellingmeter. Want ik zie onderdelen die ze in 1940 nog niet hadden. Maar het idee blijft hetzelfde. Deze gyro is niet helemaal centraal opgehangen, maar een beetje uit het midden. Waardoor hij bij versnelling gaat kieperen. En een grotere versnelling is, stel die gaat kieperen. En elke kieperbeweging maakt een puls. Een telwerkje dat wordt daardoor dus langzaam bewogen. En bij een bepaald getal wordt er een sein gegeven om de motor uit te schakelen. En de boel kan ook nog geprogrammeerd worden. En dat lijkt sterk op wat er in de jaren 70 in een wasautomaat zat. Er gewoon een schakelwals die contacten geeft. Ik ken die dingen wel, die verbranden altijd. Dus. Zo simpel kan het zijn. De rode pijlen wijzen naar de roeren 1 en 4 en die zorgen dus voor de yaw en voor de roll. En de groene pijlen wijzen naar de
vlakken die zorgen voor de pitch. En ja, ik heb als vergelijking voor die raket nog een howitzer plaatje erbij gezet, want dat was het eigenlijk. De besturing gebeurde met grafietvanen in de uitlaatgassen van de raketmotor, maar die brandden heel snel af. Maar tegelijkertijd werd de snelheid van de raket steeds groter, dus de luchtroeren aan de punten van de startvlakken, die werden steeds effectiever. Dus het werd eigenlijk als het ware op een zeker moment met name de luchtroeren het over van de afbuigplaten. Elke grafietvaan met bijbehorend luchtroer werd aangedreven door een unit met een pomp en een cilinder en olie om het hydraulisch aan te kunnen drijven. En daar heb ik een mooie tekening van. Twee tandwielpompen die zorgen ervoor dat de olie richting de cilinder gepompt wordt. En als het in evenwicht is, dan gebeurt er niets. Maar als het klepje de ene opening wat meer afsluit en de andere wat meer vrijlaat, dan krijg je drukverschil. En dat was eigenlijk de besturing. Dat kon heel snel reageren. En het doet een beetje denken aan wat je tegenwoordig in de luchtvaart hebt, de electro-hydraulic actuator. Dat werkte heel snel. Dit zijn een paar vanen die gebroken zijn, maar ja, het is een beetje te zien dat ze ook wel behoorlijk afgesmolten zijn. En dit is... Kijk, kan ik hem hier starten? Ik denk dat heeft iets met zwaartekracht. Ja. Het is in het Engels, maar het is wel goed te verstaan. En ik zal later wel vertellen waar al die opnames vandaan komen. Dit is het langste stukje film, maar niet een minuutje of twee, drie. They are in universal mountings. Electrical pickups measure the movements of the gyroscope and translate these movements to the carbon vanes and the trimmers in the tail unit. These vanes and trimmers direct the rocket, both in bearing and elevation, along its trajectory and prevent any deviation from its planned course. The four vanes are in the jet of the rocket, and there is a trimmer on each of the four fins. This mock-up represents the inside of the control compartment in the rocket. In the background is a skeleton tail unit, with the vanes and trimmers in position. As the control compartment moves, the gyroscopes move in their mountings, and these movements are conveyed through electric cables in the rocket to corresponding servo motors in the tail unit. There is a servo motor for each carbon vane and trimmer. The servo motors move the vanes and the trimmers to counteract the original movement of the control compartment and to keep the rocket on its course. This gyroscope controls the elevation of the rocket by moving a pair of the carbon vanes, thus turning the rocket from the vertical over to an angle of 43 degrees. The other gyroscope controls the direction of the rocket by the movement of this pair of vanes. These four vanes, made of carbon to resist the heat, are situated in the jet, and they can control the rocket only while the jet is burning. This period of control lasts for 60 to 70 seconds, and covers the first 20 miles of the trajectory up to the all-burnt position. When it has reached the all-burnt position, the rocket is a free projectile, just like any artillery shell after it has left the muzzle of the gun. Ja, dit effect ken ik niet, dat hard en zacht. Dat lijkt wel ouderwetse korte golfuitzending. Maar goed, het was wel te verstaan, hoop ik. Dit is de raketmotor compleet. Daar heb ik nog veel meer afmerkingen van. Deze staat in La Coupole bij Wizen. Dat is een heel mooi ruimtevaartcentrum in een voormalige V2-bunker. Of eigenlijk is het geen bunker. Dit is de raketmotor. Dubbelwandig. De alcohol die wordt toegevoerd bij die ring bijna onderaan. Koelt de binnenkant van de raketmotor, warmt de alcohol op en die komt dan uiteindelijk boven in de kop terecht. Maar bij de start wordt ook een toevoer bovenin de motor gebruikt. Twee keer hetzelfde. Aan de rechterkant of aan de linkerkant zien we de raket zoals die in het Imperial War Museum staat. En de rechterkant laat zien hoe die
nu nog steeds in het Science Museum in Londen staat. Er was totaal 6400 kilo vloeibare zuurstof nodig, 4900 om te gebruiken en de rest was gewoon, ja, dat moest je, had je nodig voor het verdampen om die druk of die temperatuur laag te houden. Alcohol was een mengsel van 75% alcohol en 25% water. Dat zijn de bruine leidingen en de gele leidingen, behalve die meest buitenste, dat zijn de zuurstofleidingen. Die komt volgens mij ook uit Londen. Dat is de, een belangrijk onderdeel. De gele tank, die komt nog een keer terug trouwens, daar zit waterstofperoxide in. In die witte tank, daar zit kaliumpermanganaat. En dat hele kleine witte dingetje erachter, dat is een heel klein apparaat. Dat wordt, als je die twee samenvoegt, wordt stoom verkregen. En die rode leiding, dat is de afvoer uit de turbine. Hier zien we in het midden, aan de rechterkant, dat valt dan linksboven. Aan de linkerkant zien we die cirkel. Dat is onderdeel van de vloeibare zuurstofpomp. Helemaal aan de andere kant zit een meer herkenbare pomp voor de alcohol. En dat zijn behoorlijke hoeveelheden die per seconde doorgepompt worden. 58 kilo alcohol, 72 kilo vloeibare zuurstof. De alcoholtank wordt onder druk gehouden door de luchtdruk. De druk wordt behoorlijk omlaag gebracht hoor. En de zuurstof wordt onder druk gezet door zuurstofgas. In de uitlaatpijp naar de stoom, of naar de stoomturbine eigenlijk, wordt vloeibare zuurstof door die kleine gele leidingen gevoerd. Dat verwarmt zover dat het dus gasvormig wordt. En die druk wordt gebruikt om de zuurstoftank onder druk te zetten. Dit zijn brokken die ook op Peenemunde te zien zijn in het museum daar. Dat ligt heel veel groot. De alcohol die door de wand geweest is en opgewarmd is, die komt in die kop door al die kleine gaatjes en dat zijn er ruim 1200. In elke kom zit ook een soort douchekop en daar komt de vloeibare zuurstof uit. En dat vermengt zich in die koppen al heel snel en dan in de motor is het zo goed gemengd dat het dus uitstekend verbrandt. Stoomproductie, best wel leuk. Ze hebben dat vaker gebruikt. Die skihellingen waar de V1 vliegende bom gelanceerd werd, dat gebeurt eigenlijk net hetzelfde als de stoomkatapult van een vliegtuigschip. Er wordt ontzettend, in een ontzettend korte tijd heel veel stoom geproduceerd. En daar kun je best wel wat mee bereiken. In dit geval ruim 500 pk opwekken. 175 kilo waterstofperoxide, vrij sterk. Vroeger kon je bij de drogist nog niet eens 40% krijgen. Kon je ook wel leuke proeven mee doen trouwens. 22 kilo kaliumpermanganaat opgelost in water. Dus het mengsel daarvan. Dat gaf een stoomdruk van 32 bar bij 400 graden, zuurstofrijke stoom. En ik had het ook in een donkere kamer, kaliumpermanganaat, bij een bleekmiddel voor foto's. En ik ken dit proefje dus. Nou, je had hem aan het doen. Nou, we zijn een reactie aan het doen met kaliumpermanganaat en waterstofperoxide. Waterstofperoxide is 30% geconcentreerd. En kaliumpermanganaat is natuurlijk gewoon zout. En dat gaan we bij elkaar gooien en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Nou. Oké. 1, 2. Ik herken dit, hij heeft maar 2 kristalletjes gebruikt. Ik heb in de keuken een keer 6 kristalletjes gebruikt. En toen kon ik het plafond witten. Ik heb, als ik zo kijk, niet genoeg. Maar daar kunnen we misschien wel een oplossing voor vinden. Ik heb dit ooit eens een keer, dit is een dia uit 1973 die ik gemaakt heb, of 2 dia's, in het Science Museum in Londen. En die heb ik later geprojecteerd en overgetekend en de beschrijving vertaald. We zien daar de motor en de aandrijving, aan de andere kant de productie van de stoom. Hij wordt ontstoken met een stukje vuurwerk, wat elektrisch ontstoken wordt en dat gaat in het ronddraaien. Dan wordt de zuurstofklep opengezet en de alcoholklep. En dan ontsteekt de bol. Dan heb je 8 ton stuwkracht.
nog te weinig om de raket te lanceren. Maar wel om te zien of de vlam er goed uitziet, of de verbranding er goed uitziet. Vervolgens wordt er druk op, op de tank met kalium, waterstofperoxide en kaliumpermanganaat gezet. Maar vanwege de veiligheid moet het waterstofperoxide eerst toegevoegd worden en dan, andersom. Eerst het kaliumpermanganaat en later pas het waterstofperoxide. Dus de drukschakelaar die zorgt ervoor dat de een wat eerder komt dan de ander. En op dat moment heb je acuut stoomontwikkeling, de turbine gaat draaien, de pompen beginnen te werken en dan is dat heel snel zo genoeg om hem de lucht in te krijgen. En op zeker moment moet hij dus stoppen. En dat gebeurt heel eenvoudig door, door dat laatste pijltje, dus dit pijltje. De toevoer van waterstofperoxide wordt gestopt en de stoomontwikkeling stopt. En de schakelbal zorgt ervoor dat even later ook de andere twee kleppen dichtgaan en de verbranding is voorbij. Op 40 kilometer hoogte, dat is het tweede plaatje aan de linkerkant, tweede raket, tekening, stopt de motor. En hij gaat dus gewoon in de parabolische baan richting Londen of richting Antwerpen. Het is een ijle atmosfeer, dus hij gaat gewoon op zijn zijkant, gaat hij op reis. Pas als de luchtlagen dikker worden, dan beginnen de staartvlakken te werken en dan komt hij dus met de neus vooraan op de grond. Productie op Peenemünde. Peenemünde is hier. Hier is de enige brug om daar te komen, bij Wolgast. En dit is het hele gebied met testplaatsen, onderzoek, woonkwartier van de geleerden en productiefaciliteiten. En het krijgsgevangenenkamp, dat hier niet op staat, dat was ook geen doel, maar per ongeluk werd dat wel een doel. Dus een behoorlijk groot gebied waar heel veel mensen werkten. De productie was bijna klaar, de fabrieken waren bijna klaar, ze konden gaan beginnen. Hier zien we de zuurstoffabriek linksboven en het kraftwerk, de elektriciteitscentrale, linksonder. Van die 30 megawatt werden er 22 gebruikt voor de productie van zuurstof. En per dag leverde dat 13.000 kilo zuurstof op, bijna genoeg voor twee lanceringen. En de alcohol werd uit aardappelen gemaakt. En daar zijn er heel wat voor nodig geweest. En dit, ja, ik denk dat heel veel mensen honger hebben gehad door de alcoholproductie. De Duitsers verwachten eigenlijk dat ze heel lang nodig zouden hebben. Of dat ze heel lang eigenlijk die raketten zouden gaan lanceren. Dus er was ook een speciale opleiding op het terrein. Je ziet leerlingen 's morgens op de appel staan. En dat was echt, het was berekend op heel lang die raketten gaan lanceren richting de vijand. Hele grote draaibanken, we zien hier ook Russische krijgsgevangenen aan de draaibanken werken. Met Duitsers die vlak naast ze staan om te voorkomen dat er gesaboteerd werd. Ja, Engeland was het doel eigenlijk van die raketten, aanvankelijk. En ze hadden eigenlijk geen idee van wat er hun letterlijk boven het hoofd hing. Uit Amerikaanse bomwerpers werden al vaak, want die vlogen wel overdag, de Britten vlogen altijd 's nachts. Die Amerikanen zagen vreemde sporen, veel en veel hoger dan dat ze zelf vlogen. En ze hadden eigenlijk geen idee van wat dat nou was. Dat is gewoon het condensspoor van een raket geweest. Op een zeker moment komt er wel wat boven water. En dat is te danken aan het Oslo-rapport. Een meneer die bij Siemens werkte, Ferdinand Maier, die dook later pas ver na de oorlog op, die vond eigenlijk dat hij de Britten moest waarschuwen van wat er aan zat te komen. En in dat rapport werd beschreven dat er grote raketten in ontwikkeling waren, dat er zo'n testplaats als Peenemünde bestond en dat er dus ook proeven werden gedaan met op afstand bestuurbare bommen. Jones is een jong vent, die komt terecht bij het bureau wetenschappelijke inlichtingen. En hij had al gehoord van een Deense ingenieur, die had wat een gesprek opgevangen in Denemarken tussen een paar Duitse ingenieurs. En dat ging over grote raketten en Peenemünde als testplaats. Ze hadden ook twee
Duitse generaals gevangen genomen. Die staat in een trendhouse in, wordt het? Nee, dat wordt dan. Maar goed, maakt het niet toe. Die staat gevangen in Londen. En elke cel had uiteraard een microfoon, dat was heel interessant. En ze, die generaals die spraken over raketten die ze al 18 maanden niet gezien hadden. Hij vond dat genoeg aanwijzingen om te geloven dat er echt iets aan zat te komen. De professor van waar Jones het vak geleerd heeft, was professor Lindemann. En die was tennisvriend van Winston Churchill. En daardoor eigenlijk ook wel een beetje wetenschappelijk adviseur geworden. Maar de man was zeker slim, maar niet helemaal bij. Want hij ging uit van een rapport, wat in Engeland in opdracht gemaakt was, dat als je een raket bouwt, dan neem je vaste brandstoffen, of cordite, een soort rookloos buskruid. Maar dat zou dus heel zwaar worden. Het zou gewoon niet kunnen. Volgens hem was het niet mogelijk dat Duitsers een raket konden bouwen. Nou, door de opmerking van Jones wordt er toch werk van gemaakt om gewoon eens met verkenningsvluchten en het maken van foto's te zien wat er nou eigenlijk in Duitsland aan de hand kon zijn. Nou, wat men al snel ontdekte, dat was, waren die aarden wallen. Wat men eerst nog dacht van, dat heeft misschien te maken met landaanwinning. Duncan Sales moet met deze operatie erachter zien te komen of er echt wat aan de hand was in Duitsland. Wat ze ontdekken, in ieder geval vlakbij, bij Noordwest-Frankrijk, een heel grote bunker is daar in aanbouw. En wat opvallend is, er wordt heel veel werk van gemaakt, 35.000 arbeiders, die zien daar kans om in 3 maanden tijd een gigantisch betonnen complex neer te zetten. Dat was eigenlijk een plek waar vanuit de V2 of naar buiten gereden kon worden. En daar gelanceerd en grote zware deuren weer dicht, wachten op de volgende lancering. In dat gebouw waren heel veel machines die zuurstof produceren. En dat was meteen al een doel eigenlijk, want de Britten hadden toch wel in de gaten dat dat iets met de V2 te maken zou kunnen hebben. Wie zijn, dat loop ik even vooruit, maar dat is net zoiets. Alleen is dat heel bijzonder gemaakt. Er werd een koepel gestort van beton, heel dik. En toen die eenmaal lag, werd daar onder gegraven. En dat zijn de ruimtes waar nu het museum is. Dit is een vlucht boven Peenemünde, heel laag. En bij die vluchten worden heel veel foto's achter elkaar genomen. Zodat alles is dus op 2 opnamen te zien. En dan kun je met een stereo kijken, erachter komen hoe hoog het is. Nou, dit was duidelijk een object wat 14 meter hoog ongeveer was. En dat stak omhoog. En wat later maakt diezelfde fotograaf, diezelfde piloot, maakt een foto van een liggende V2. Heel duidelijk, alleen Lindemann die zegt, ja, dat kan helemaal niet, dat zijn luchttorpedo's. Maar ja, dit is een ding van 14 meter lang. Duitsers hebben geen enkel vliegtuig dat dit mee zou kunnen nemen. Nou ja, dan heeft hij het nog over, ja, nou, dan zijn dat versperringballons. Ook niet. Nou, hier, heel snel hierna werd Lindemann weggepromoveerd. En Jones had het alleen voor het zeggen. Wat ze weten, dat is zo belangrijk dat ze nu toch wel van plan zijn, de Britten, om Peenemünde te gaan bombarderen. Daar hebben ze voor het eerst, of een van de eerste keren, window gebruikt. Dat is dat systeem met aluminiumstrookjes die de Duitse radar kunnen verstoren. Ze gaan met 600 bommenwerpers op pad. Op dit punt gaan er 10 vliegtuigen door. Die werpen in een bepaald patroon steeds die strookjes uit. De Duitsers denken dat er weer een heel groot bombardement op Berlijn gaat plaatsvinden, zoals zo vaak. Maar die 590 andere vliegtuigen die buigen af en komen over het eiland Rügen op Peenemünde af. En dat Rügen, dat moest hun punt zijn van herkenning, om zodoende dus Peenemünde te kunnen vinden. Nou is het een probleem, Rügen dat is een soort waddeneiland, dus het verschil tussen land en water is daar heel klein, op radar moeilijk te zien. Er waren 3 golven bombardementen, elke golf met 200 vliegtuigen, wat een Pathfinder, dat is het toestel wat precies de plek weet waar gebombardeerd moet worden, laat fakkel vallen en dat is het richtpunt voor de rest. Maar door dat eiland Rügen en de vergissingen daarover, komt het iets te ver. En dat richtpunt ligt midden op dat krijgsgevangenenkamp. Nou, de
hoog in de lucht vlogen masterbommen. Dat is een van de eerste keren dat ze zo iemand gebruikten. Die vloog boven dat hele gebied en die zei van, hey, 3 kilometer eerder afwerpen, dan heb je wel de woonkwartieren en de productiefaciliteiten. En ze waren vooral erop gebrand bij dat bombardement om dat woongebied te raken, om geleerden uit te schakelen, want de geleerde is niet zo makkelijk te vervangen als een productiefaciliteit. Nou, dit laat zien wat er van over was van de 80 gebouwen waar de 50 zwaar beschadigd of waren compleet verdwenen. De meeste slachtoffers zijn in het krijgsgevangenenkamp gevallen. Dat is behoorlijk geraakt. Uiteindelijk was de achterstand in de productie 7 weken. En toen had Albert Speer daar al mee te maken, de minister van Supply, zeg maar. Dat kwam ze goed uit, want dan hadden ze meteen een mooi excuus waarom ze wat achterliepen. Na Peenemünde, 10 dagen na Peenemünde, wordt die grote bunker bij Watel, het bos van Epelek, getroffen en uitgeschakeld. En uiteindelijk is ook het nieuwe gedeelte met die koepel is ook uitgeschakeld zonder dat daar ook ooit 1V2 gelanceerd is. Vervolgens wordt er nog een nieuwe operatie op touw gezet binnen een straal van 270 kilometer van Londen. En wat ze daar ontdekken, onder andere, dat zijn die skihellingen voor de vliegende bom. Dan op een gegeven moment weten de Britten dat de Duitsers een vliegende bom hebben, of een geleidebom eigenlijk. Die laat je los, er zit 1 draad tussen. Die ene draad, staalkabel, geeft tv-beeld, dat is een tv-kamer in, geeft dat door aan de piloot in het vliegtuig, maar de piloot kan ook commando's geven, besturing, voor die bom. En die was bedoeld om vanuit de lucht een schip te raken. Nou, en dan hebben we de vliegende bom met zijn straalmotor, daaronder de A4, waar ik zo meteen weer over verder ga, en een kleine raket om vliegtuigen uit te schakelen, dus een luchtafweer raketje. Die werd getest op het terrein van de Duitse luchtmacht. Na het bombardement van Peenemünde moet er wat gebeuren. Ze gaan naar de verlaten schietbaan in Polen bij Blisna. Daar moet een SS-afdeling de raketten gaan lanceren. Dat gebeurt niet zo goed. Heel veel komen er neer. En één komt er onder andere neer bij dat gele sterretje daar in de rivier de Boeg. En het verzet heeft het in de gaten. Die ziet hem in de sloot liggen, of vaart. Ze gaan erop dansen dat hij wat dieper komt te liggen. Er wordt vee door het water gejaagd. En het water is troebel. En na 3 dagen geloven de Duitsers het wel. Ze zoeken niet verder. Dan wordt hij gedemonteerd. Alles gaat naar een boerenschuur. En de Britten worden ingezet. Die komen met de Dakota. Die landt op dat terrein. En alles wordt ingeladen. Alleen, jammer, het vliegtuig is in de prut weggezakt. En de verzetsmensen die zeggen, oh, dan moeten we het in brand steken, dat vliegtuig. Nou, uiteindelijk zegt de piloot van thuis een boerenkar, sloopt die planken eraf, zet hem erop. En dat werkte. En dat kwam in Engeland aan. En ook rond die tijd is er een raket zonder springlading terechtgekomen in Zweden, bij het plaatsje Bakkebo. Dat is het rode aatje op de middelste foto boven. Je had eigenlijk bij Bornholm moeten stoppen en dan daar naar beneden komen. Maar het is niet gelukt. En dit is een van de weinige keren dat er een radioapparatuur aan boord was. Ten eerste een baken om hem te kunnen volgen, maar ten tweede een ontvanger om het stopsignaal van die motor te kunnen ontvangen. Dat heeft kennelijk dus niet gewerkt. Maar die Britten kregen dus 2 van 2 V2 raketten onderdelen in handen waar radioapparatuur in zat. Toen dachten ze van, nou, dat is mooi. Als we dat nou kunnen storen, dan kunnen we zelf bepalen waar dat ding terecht gaat komen. Nou, dat was dus niet zo. Dit was echt een grote uitzondering. Zweden was neutraal. Daar ligt dan de V2. De Duitsers wilden hem terug. De Britten hadden ook wel interesse. Uiteindelijk kwam hij in handen van de Britten, want die wilden hem ruilen voor een radarinstallatie. Dat vonden de Zweden ook best wel interessant. Dus zo ging dat. Dan ligt de productie in Peenemünde stil en men verplaatst die hele productie naar een voormalige gipsmijn
in de buurt van Nordhausen. Het aantal mensen wat daar te werk wordt gezet, dat neemt ontzettend snel toe. De inrichting van die gangen daar in die berg, die al bestonden, het vergroten daarvan en dergelijke, dat heeft enorme haast. Dus er zijn nog geen barakken om in te gaan wonen. Ze moesten daar werken, eten, slapen enzovoort in die koele, vochtige grotten. Dat heeft heel veel mensen al hun leven gekost. Dit is het hele complex. De zwarte lijnen, dat was toen al klaar. De vakken met alleen een lijntje, zeg maar, die waren in 1945 nog niet gerealiseerd. We zien hier bij het Noordwerk een plek, daar werden vooral de straalmotoren gemaakt. En hier, dat is nog steeds te bezichtigen trouwens, dit gedeelte. Daar vind je vooral heel veel onderdelen van de V1, de vliegende bom. Maar hier en daar ook motoren van de V2. Het zijn twee doorgaande spoorlijnen. En die werden ook gebruikt eigenlijk als productielijn. Dat kamp Dora, daar linksboven, dat was later gebouwd. Ook door de dwangarbeiders. En dat was eigenlijk dit was een soort draaischijf van gevangenen. Er werkten er altijd zo ongeveer 15.000. En als je op een zeker moment niet meer kon werken door de omstandigheden, ja, dan mocht je terug naar Boegenwald en dan kwam er weer een nieuwe voor jou in de plaats. Uiteindelijk zijn er 60.000 gevangenen aan het werk gezet. Ja, en dit is interessant. Von Braun is er heel vaak geweest om specialisten uit te zoeken. Het kan haast niet anders, want we moeten gewoon geweten hebben dat daar mensen onder die omstandigheden moesten werken. Waar de spoorrails liep, daar werden de V2's geassembleerd en de halfproducten, zeg maar, halffabrikaten, werden vanuit de zijgangen, in de zijgangen gemonteerd en daaruit aangevoerd. Dit lijkt, dit is propaganda, de mensen lopen zo te zien vrij onbezorgd een van de tunnelgangen in. Dit ziet er ook heel relaxed uit, wat het absoluut niet was. En na de oorlog zien we, dit werd later de Russische sector, maar dit is nog een Amerikaan die een nog niet afgebouwde V2 bekijkt. Nou, eigenlijk propaganda natuurlijk. Een paar plaatjes uit de ondergrondse fabriek. We zien linksboven wat motoren die al klaar zijn. Ze staan er nog steeds, maar nu is het een beetje onder water gelopen, soms helemaal. En zit dik onder de corrosie. Nou, linksonder wat rompdelen en rechtsonder zien we de vloeibare zuurstoftanks. Dat die buis middenin, daar stroomt de alcohol door, die is dus goed geïsoleerd. Ja, zo, dat is wat meer de werkelijkheid aan de linkerkant. Dat plaatje met die staartstukken, dat staat voor het spuiten van de raket. En er was geen afzuiging. Dat werk kon je 3 maanden doen en dan had je het gehad. We zien ook ruimtes die enorm vergroot waren, vooral in de hoogte. Er staan complete persen. De eindassemblage was dus in Mietelwerk, maar de meeste onderdelen kwamen uit andere delen van Duitsland. Vooral eigenlijk gevolgen zaken als gyro en zeg maar de elektronica, als we daarvan kunnen spreken. Ja, dus de Britten en later ook de Amerikanen, die hadden best wel het idee dat er iets gebeurde in die berg, dat daar wat geproduceerd werd. Alleen die berg was niet te bombarderen. Maar er moeten grondstoffen naartoe, er moeten producten terugkomen. Het transport, daar konden ze wel wat aan doen. En hier zien we een Engelse tyfoon die wat raketten afschiet op een transport. We zien daar waarschijnlijk een locomotief ontploffen. Een van de aanwijzingen dat daar iets gebeurde was dat je daar veel elektriciteitscentrales had in een eigenlijk bijna onbewoond gebied. En er waren ook fabrieken om zuurstof te produceren of waterstofperoxide. En dat was eigenlijk heel vreemd, dus dat was een van de dingen die dat wees eigenlijk al op productie in verband met die raket. Nou, dit is eigenlijk een mooi overzicht van wat er productie op Peenemünde. Dat zijn er ruim 300 geweest, maar totaal bijna 6200.
Als we dan eens gaan kijken, testlanceringen van 600. Dus dat zijn eigenlijk heel veel geweest. Operationele lanceren ruim 3100. Er is dus wat zoek. Maar die zijn gewoon tijdens het transport verdwenen of opgeslagen en nooit gebruikt. Dus dat de helft van de productie is eigenlijk voor niets geweest. Zou dit een mooi moment zijn om even pauze te houden? Nou, kom zo.
Nou. En als je dan het doel rijdt, dan kom je gewoon aan de vlieg. Ja, precies als je hoeft. Grijp de macht. Grijp de macht. Tonen. Dat heet een servomotor. Ja. Als je zo'n pompje. Ja. Dat noemen wij, allebei noemden wij vroeger toen wij student waren. Servomotor. Zo noemen die, die Duitsers vonden dat ook. Nou, we gaan weer verder. Mobiele lanceringen. Hier zien we er één. Ja, voorbereid worden bij Cuxhaven, Noord-Duitsland. En de Britten hadden weinig materiaal uit de grotten en dergelijke gekregen, maar genoeg om 3 lanceringen te laten uitvoeren. Dat deden ze door het Duitse personeel, die er al zoveel hadden gelanceerd. En dat is vastgelegd op film, fotografie en enorm veel schriftelijke documentatie. Dit zijn de speciale voertuigen die daarbij nodig waren. De raketten werden vervoerd per trein, per wagon. En die werden op, daar met de kraan aan de rechterkant werd die overgezet op de Meilerwagen. Dat zien we daar linksonder. Dat is eigenlijk de startinstallatie. En we zien rechtsonder een verrijdbaar startplatform om de vlammen af te buigen. De zuurstof kwam ook aan in wagons en moest overgepompt worden. De alcoholtanker, ik ken iemand die heeft heel veel over DAF opgezocht. Die zei van die dingen zijn bij DAF gebouwd. Weten we dat ook weer. Alcoholtanker, waterstofperoxide tanker was ja, natuurlijk die 175 kilo waterstofperoxide, maar heel veel spoelwater om de resten weg te spoelen was vreselijk. Agressief spul. En een vuurleidingswagen. Dus was een heel circus bij nodig voor een lancering. Hier zien we een V1 of een V2 op een wagon. Maar hij is iets te lang. Dus op wagon 3 staat er ook een met de neus de andere kant op. En die twee neuzen die bewegen een beetje heen en weer op de middelste. De raket is hier op die wagen aangevoerd. En wordt op die Vidal-wagen, een soort boottrailer eigenlijk, op de Meilerwagen, de starttoren. Hier wordt die weggereden. Daar komt het startplatform, wordt met de wagen aangevoerd en kan dan losgekoppeld worden. En dan staat hij op de grond. Hier zien we de raket, die wordt aangereden door de Meilerwagen en dan wordt hij later rechtop op het startplatform gezet. If you remember the actual German sites we showed you, you will realize. That an improvised surface is just as effective as a specially prepared one. Now the firing troop screwed down the legs of the launching table in order that these legs could take the weight of the platform. This was done so that the towing dolly could be removed. The launching table is placed over a surveyed mark on the launching site. This is done so that the rocket can be accurately orientated later on. The towing dolly was pulled out and wheeled away. The launching table has an adjustable jack on each leg so that the platform can be leveled. There's a turntable on the top for turning the rocket when it's standing on the platform. The launching table is made of welded steel and weighs 3,600 pounds. Between the legs of the platform, there is a flame deflector which splits the jet. Vier voor de pitch. Het is heel belangrijk dat hij in de, ja, het moet natuurlijk loodrecht staan, maar hij moet ook precies in de goede richting gedraaid worden. De kabelmast komt eraan, dat hebben we sindsdien altijd gebruikt bij raketten. Hij laat de accu aan boord tot het laatste moment op,
Maar er worden ook wat signalen of wat commando's gegeven. En de reacties daarop die komen weer terug. En laten dan in de startwagen wat lampjes oplichten. Die mijlenwagen heeft op dat verticale deel een aantal platforms waarop gewerkt kan worden. Dit is ter hoogte van de zuurstoftank. Ja, dit is gereedraam. Het is geen elektronica. Voor de mensen die dat interessant vinden, dit is het hele schema. En we zien, hier zien we potentiometers die zitten aan de gyrotollen vast. Hier eentje voor de pitch en hier twee voor de yaw en de roll. RC-glied zien we daaronder. Dat is eigenlijk een combinatie van weerstandjes en condensatoren die ervoor zorgen dat het signaal van die potentiometers niet te heftig wordt doorgegeven, want anders krijg je op een gegeven moment oscillatie die steeds erger wordt. En dat is gelijkstroom. En aan boord is ook een omvormer die wisselstroom maakt, 500 hertz. En dan zien we bij die ringmodulator dat hier komt die 500 hertz in en hier komt die uit. En die ringmodulator die kan met behulp van gelijkstroom, kan hij dat moduleren. Dus die zorgt ervoor dat de spanning aan de andere kant hoger of lager wordt. En dan zit er toch nog een beetje elektronica in. En dat zijn vier triodes voor elk staartvlak en of grafietvlak en luchtroer eentje. En daar wordt het signaal nog versterkt. En die versterkte stroom die zorgt voor dat evenwichtsklepje. En uiteindelijk voor de uitslag in de hydraulische cilinder. Er worden merktekens op bomen gezet. Het zijn allerlei punten, referentiepunten, om hem zo goed mogelijk te richten richting Londen of Antwerpen. En daar wordt heel wat werk van gemaakt. De gyrotollen die worden op zeker moment nog even gecontroleerd of ze goed staan of dat ze nu bijgesteld moeten worden. Dat zijn de tankwagens met alcohol. Of de Nou, dit staat er aanvankelijk nog omheen. Vloeibare zuurstof is natuurlijk heel koud. Je moet handschoenen werken, want als je ermee in aanraking komt, heb je echt flinke brandwonden. Meanwhile, the rest of the technical troop are completing the fuel transfer. The pipes connecting the pump to each of the oxygen tankers soon become covered in frost and snow, because the liquid oxygen is so cold. That white vapor is not, of course, oxygen vapor, but water vapor condensed by the liquid oxygen. When the road tanker is full, the inlet valve is screwed down. The men wear special gloves to protect their hands against the cold. Now the technical troop's work is finished. Nou, daar gaat 6400 kilo vloeibare zuurstof. En het wordt weer verder getankt. Hier wordt de vloeibare zuurstof geladen en de waterstofperoxide tank gevuld. At this point, a measured quantity of hydrogen peroxide is run into the tank inside the rocket. Hydrogen peroxide is a corrosive fluid. The men who handled it wore rubber gloves, and the connecting joints of the pipes which carried the fluid were placed in buckets of water. Every now and then, the sodium permanganate, the other element used in producing the steam, was taken out of its electrical heater and shaken to mix it up and make it more effective. As the fuel tanks are filled, the weight of the rocket increases and the joint between the tank section and the tail unit needs retightening. An elevating ladder is used to get a member of the firing troop up to the joint. There is a danger that the coldness of the liquid oxygen might freeze up the rest of the machinery. So, to make certain this didn't happen, hot air was blown up through the rocket from an air blower. The Germans did this only if there was a hitch in the preparation and the rocket could not be fired within an hour of the oxygen fueling. As the job of each fueling vehicle was finished,
It was driven away from the launching site. The oxygen fueling is almost completed, and clouds of condensed water vapor are pouring out. When the liquid oxygen tank has been filled, the connecting pipes are removed with the aid of a hammer. Once again, special gloves are worn for the operation. Nou, vloeibaar zuurstof wordt als laatste getankt om de boel niet te veel laten afkoelen. De ontsteking dat is heel simpel, een stukje vuurwerk wat elektrisch bediend wordt. Even over die waterstof of kaliumpermanganaat. Dat lost heel moeilijk op eigenlijk, dus vandaar dat je steeds moet schudden. Als je klaar bent heb je prachtig paarse vloeistof, maar het duurt heel lang voordat dat echt goed opgelost is. Next, the igniter is prepared. The wooden framework, which is fixed inside the venturi and supports the igniter, is put together. The igniter works like a large-sized Catherine wheel and is started electrically. Now that the fueling is finished, the arm of the Meilewagen is lowered. The rocket is finally leveled and orientated in the direction of the line of fire. This is done by using a dial sight on the launching table, having as a reference a collimator set up over a trig point a few yards away. The trig point was established by a preliminary survey. Klaar voor de start. Nou, hier zien we dat twee kleppen worden geopend door de zwaartekracht. Gaan vloeibare zuurstof en alcohol naar de motor. Die wordt meteen ontstoken. En er wordt er gekeken of dat in orde is, die vlam. En dan heb je hauptstoven. Dan wordt dus de stoomgeneratie op gang gebracht. De pompen gaan werken. En dan is het een heel ander gezicht opeens. And then the firing troop commander gives his orders. Is Steuerung klar? Ist klar. Is Triebwerk klar? Ist klar. Schlüssel aufschießen. Schlüssel steht aufschießen. Durchschalten. Ist durchgeschaltet. Belüftung klar. Zündung klar. Vorstufe klar. Dit zijn de plaatsen waar gelanceerd werd. Den Haag en omgeving richting Londen. En toen Antwerpen eenmaal in bezit was van de geallieerden, wilden de Duitsers niet dat die haven gebruikt kon worden om materiaal aan te voeren en soldaten. Dus werd er vanuit Hellendoorn en een aantal plaatsen in Duitsland werden ook V2's gelanceerd om dat onmogelijk te maken. Er is een verslag van iemand die heeft zo'n lancering meegemaakt in Den Haag. En die kwam daar heel kort na de lancering. En we zien trouwens dat de eerste lancering is in september 1944. En het begint herfst te worden, de bomen worden geel. We kunnen nog, zeg maar, in de
ja, bedekking van de bomen staan. Maar naarmate het jaar vordert zijn de bomen kaal en wordt het lastiger om je verdekt op te stellen. Die man die zag een plek waar gelanceerd was. De weg was geblakerd, gedeeltelijk verbrand. Maar er was een vierkant wat helemaal onbeschadigd was. Daar heeft dus natuurlijk die vlammenafbuiger gestaan. De bomen waren tot een meter boven de grond geblakerd. Er lag geen blaadje meer in het gras. Het gras was platgeduwd. En een huis met een rieten dak in de buurt, daar was het dak stond scheef op het huis. Want die lanceringen vonden gewoon plaats in de straten tussen de huizen. Professor Uitenbogaard, die had tot 1938 in Duitsland gewoon gewerkt. En wist waar de Duitsers mee bezig waren. In de oorlog woonde hij in Den Haag en hij was vaak te vinden op plekken waar mislukte lanceringen weer de onderdelen daarvan teruggekomen waren. En wist ook wel wat dat betekende. Hij kende dat. Het was levensgevaarlijk om dat te doen, want onze radiopionier Itzada, die liep er ook een keer en werd gesnapt en werd opgepakt en gefusilleerd. Dat was echt meteen een zware straf op het zoeken in de restanten van mislukte lanceringen. Professor Uitenbogaard had ook een radiozender om, als er haast bij was, zijn bevindingen door te kunnen sturen naar Londen. Wat ook heel gevaarlijk was, want als je dat te lang deed, dan werd je uitgepeild en SA stond voor de deur. Dit is een tekening uit het verzet van een zuurstofwagon. Ja, dat klopt precies allemaal. Dat was echt een prima tekening. Boven staat ook heel duidelijk hoe drie wagons gebruikt worden voor twee V2's. De ruimtes tussen de wagons werden opgevuld met stro, zodat het dus heel wat anders leek dan dat erin zat. Voor de mensen in Den Haag was het heel belangrijk om te tellen tot 30. Stopte de raket binnen 30 tellen, dan was de kans vrij groot dat hij weer terugkwam op de plaats waar hij net vandaan gekomen was. Duurde dat wat langer, dan was hij echt op weg en dan was het zijn veilig eigenlijk. Hier zien we een dubbele lancering uit Den Haag op 7 september, de eerste twee. Van een latere lancering zijn daar die twee sporen te zien rechtsboven. En iemand die ze vanuit Nieuw-Vennep wel eens gezien heeft, die zei het is een beetje roosachtige vlammen komen eruit. En het geluid lijkt op een behoorlijke stevige donderbui, zelfs op die afstand. De eerste komt terecht op Staveley Road in Chiswick. En er zijn twee knallen te horen. De eerste is van de explosie. De tweede was eigenlijk eerder. Dat is het doorbreken van de geluidsbarrière. Even eerder. En dat was heel apart. De tweede komt terecht bij Epping in Essex. En elke foto in een krant die moest gecensureerd worden. Want die krant kon ook in verkeerde handen terechtkomen. Dus de sensor die maakt uit van dat mag en wat je niet moet vertonen, daar zetten we een kruis doorheen. Want dan is het herleiden waar die raket terechtgekomen is. En dat is informatie die de Duitsers liever niet moeten weten. De lanceringen vonden ook plaats vanuit Wassenaar. Er was meteen een bombardement op Wassenaar, maar het heeft helemaal geen zin. Want het zijn mobiele lanceerinstallaties, dus binnen een paar uur zijn ze gewoon allemaal weer weg. Dat hadden ze bij de RAF ook wel door en toen werd er overgeschakeld op Spitfires die een paar lichte bommen bij zich hadden. En alles wat ze verdacht worden, bijvoorbeeld een alcoholfabriek of een zuurstoffabriek of wat ook, want die hadden wij ook wel, die werden dan uitgeschakeld. Hier zien we wagens op duindicht, ook tijdelijk. Het is een goede ondergrond, zand. En dat was voor het stellen van de raket best gunstig. Maar de Britten, eigenlijk de Londenaren, die hadden heel veel last van de neerstortende V2's. En die waren heel soepel geweest de hele oorlog door. Echt plooibaar. Maar daar kwam een eind aan. Dus er was toch een verzoek aan de RAF, van, doe er wat aan. Want we zijn het eigenlijk een beetje zat. Dat kom ik zo meteen op terug. Wat is het bombardement op dat gebied? Dit is de Willemsweigelaan. Er is twee keer een raket teruggevallen. En heeft daar in die wijk enorm veel schade aangericht. Dit is het Haagse Bos. Helemaal aan de rechterkant van de foto's.
Daar had de lanceringen plaatsgevonden. En de Britten hadden overlegd met de Amerikanen. Die zouden dat gaan bombarderen. Weer nutteloos, want er was op dat moment van het bombardement niets meer te vinden. Er was ook veel miscommunicatie. De regering, nee, die had er niets mee te maken. Onze regering in Londen wist het niet eens. De commandant, zeg maar, van dat die erachter zat, die kreeg niet de informatie van de Nederlandse piloten. Die hadden gezien dat die wijk niet geëvacueerd was. Maar ja, dat kwam niet aan bij de mensen waar het terecht moest komen. En dan hadden we ook nog de jonge officieren in Noord-Frankrijk, waar die bommenwerpers vertrokken waren. Die hadden fout gemaakt in de positie. En dat lag dus niet in het Haagse Bos, maar midden in de wijk Bezuidenhout. En ja, ten eerste was het bombardement helemaal niet nodig. En dat zat deze fout er ook nog in. De bommen kwamen midden in die wijk terecht. Dat heeft heel wat mensenlevens gekost, heel wat huizen vernield. Waterleidingen waren gesprongen, dat konden ook niet blussen. En het is zelfs zo erg dat na de oorlog is hier een parlementaire enquête over geweest. Ja, dan zijn er wat mensen in Londen die hebben dit besloten om te gaan doen. En ja, hoe moet dat nou verder? Nou, daar hebben ze een elegante oplossing gevonden. De officier in Noord-Frankrijk die kreeg 2 jaar cel. Dat was zijn schuld. Zo werkt dat. Dit is het bombardement op Bezuidenhout vanuit Voorburg gezien. Best heel heftig geweest. Wij hadden de meeste lanceringen vanuit de regio Den Haag, maar ook vanuit Hellendoorn. Er zijn er, ik heb een beetje schatting moeten maken, maar ruim 400 gelanceerd. En ze zijn tijdelijk nog naar Dalfsen vertrokken en toen weer terug naar Hellendoorn. Dit is een gebeurtenis bij Luttenberg geweest. Dat is op de kaart het cirkeltje. Daar kwam een V2 terecht in een weiland. En ja, heel veel mensen uit de buurt die gingen daar kijken. Ook onderduikers die durfden het wel aan om even daarbij te gaan staan. En toen ontplofte die raket. Dat heeft 19 mensenlevens gekost. Veel mensen in ziekenhuizen ook. En ja, het werd door de SS gelanceerd. Die waren daar ook aanwezig. Ze wisten ook dat er onderduikers in het ziekenhuis lagen. Daar hebben ze wonderlijk genoeg helemaal geen werk van gemaakt. Heel apart. En dan zijn er nog 70 gelanceerd vanuit Gaasterland. Dat was een leerafdeling. Die moesten vluchten uit Zeeland toen rond Market Garden. En zijn toen neergestreken in het bos bij Rijs. De schade. Nou, Norwich, daar in het noorden, dat zijn de resultaten van de mannen in Gaasterland geweest. Die hadden het nog niet erg onder de knie, het zuiver lanceren. En de anderen zijn gelanceerd vanuit regio Den Haag. En dan mag je veronderstellen dat die rode stip, het centrum van Londen, dat eigenlijk je doel is. Pas we zien hoe groot de verspreiding is, zijn de meeste toch in een onbewoond gebied terechtgekomen. Maar een enkele keer ging het afschuwelijk mis bij de Woolworths-winkel in Noord-Londen. Dat was de tol aan mensenlevens behoorlijk hoog. Nou, er zijn er heel veel terechtgekomen, 1300. Niet allemaal waren het ontploffingen zoals ze bedoeld waren, want door de aerodynamische krachten braken ze nog wel eens in stukken en dan viel de bom van de rest van het schroot op de grond. En ontplofte de bom wel, maar op een andere manier dan de bedoeling was. Nou, hier wat plaatjes van schade in Londen. Die Ivy Milicham, dat was het laatste slachtoffer van oorlogshandelingen op Brits grondgebied. En op een of andere manier hebben ze haar een militair graf gekregen, wat voor een burger heel bijzonder is eigenlijk. En als we daar nou kijken naar het aantal raketten wat gelanceerd is en het aantal slachtoffers, dan kom je eigenlijk op 2 slachtoffers per V2. En ik had het net over met een van u, voor de V1, de vliegende bom, ligt het ongeveer hetzelfde. Dus heel veel moeite, maar militair gezien heeft het helemaal geen nut gehad. Dit is Antwerpen, de haven van Antwerpen. En de rode stippen zijn de V2's die schade hebben veroorzaakt. Nou, we zien ook dat het een behoorlijke verspreiding is. Ook hier ligt die verhouding 1 op 2.
Dus dat, ja, ook hier was het redelijk zinloos. Vaak kwamen ze in onbewoond gebied terecht, maar ook hier liep het af en toe weer gruwelijk mis. Deze bioscoop, die Rex-bioscoop, daar zaten ook Amerikaanse soldaten. Ik weet dat het een zaterdagmiddag was. En daar komt een V2 in die bioscoop terecht. Dus, ja, ontzettend veel slachtoffers vielen daarbij. En deze kwam uit Overijssel. En Antwerpen had ook een, het Teniersplein. Daar waren twee inslagen, ook met heel veel slachtoffers. Wat overzicht eigenlijk. 107 in het hart van de stad, maar 1610 kwamen in de omgeving aan. Ik mag ook wel weer veronderstellen dat het hart van Antwerpen het mikpunt was, maar ook dat is lang niet altijd gelukt. Nou, in militaire zin waren die wapens eigenlijk nutteloos. Het kostte heel veel grondstof, heel veel mankracht en het was zinloos eigenlijk. De V2 die kwam met zo'n 3000 kilometer naar de aarde terug. Dat merkte je gewoon niet. Je wist één ding zeker, als je de klap gehoord had, dan had je het overleefd. De V1 was wat anders. Die motor die stopte omdat die raket dat vliegtuigje in een duik werd gebracht. En door de negatieve G was de brandstoftoevoer gestopt. De motor gaat uit. En dan had je een aantal seconden dat je niet wist waar hij terecht zou komen. De gebrom was gestopt, maar waar gaat hij vallen? Veel enger eigenlijk dan de V2. Werner van Braun met zijn arm in het gips. En Dornenberger met de hoed op aan de linkerkant. Ze staan hier in Tirol, in Reuten. Werner van Braun heeft in de laatste 3 maanden van de oorlog enorm veel gereisd om iedereen over te halen van jongens, als het afloopt, geef je over aan de Amerikanen, dan zit je beter dan bij de Russen. En bij een van die ritten is de wagen van de weg gekomen, vandaar die gipsarm. Om die mensen uit de Amerikanen hadden al een plan om die geleerden uit Duitsland weg te halen. En de opdracht van Operation Paperclip was van, nou, breng de 100 beste mannen van Peenemünde naar Amerika over. En al die mensen, die waren eigenlijk niet fout. Ze waren apolitiek, ze waren geïnteresseerd in de raketten. En sommigen werden ook lid van de nazi-partij. Von Braun zelfs ook nog van de SS in 1940. Von Braun bleef altijd spreken over ruimtereizen. Zo erg dat hij op zich werd opgepakt werd door de Gestapo, want hij werd beschuldigd van communisme en sabotage. Dat waren de standaard beschuldigingen. Collega's weten hem vrij te krijgen, maar dat is aan hem blijven plakken. Als je opgepakt wordt door de Gestapo, dan ben je waarschijnlijk een goede Duitser. Dornberger had dat geluk niet, dus die zat 2 jaar in de gevangenis in Londen. Uiteindelijk hebben ze ruim 1100 technici uit Duitsland in Amerika weten te krijgen. En de meeste van die mensen waren bezig met straalvliegtuigen en straalmotoren. Want op dat moment had Amerika daar iets meer aan dan aan raketdeskundigen. Waar ze er ook nog 120 van hebben weten te strikken. 3000 mensen deden niets. Die werden door de Russen opgepakt. En naar zeggen, ze is er weinig gebruik van gemaakt. Dit is in de buurt van Mittelberg. Daar staan allerlei onderdelen van de V2's. De Amerikanen die kunnen er ongeveer, die nemen zoveel materiaal mee dat ze daar ongeveer 100 raketten van kunnen assembleren. Dat gaat meteen op hele treinwagons en in 16 Liberty Ships wordt dat naar New Orleans gebracht. Dat was niet zoals het afgesproken was met de Britten, want ze zouden 50-50 doen. Toen de Britten erachter kwamen, hebben ze geklaagd bij generaal Eisenhower. Maar toen was het al uitgeladen in New Orleans, dus konden ze niet meer aankomen. De documentatie die lag in een verlaten mijn. De Amerikanen hebben ook dat stiekem weten weg te halen. En is ook in Amerika terecht gekomen. Ze hebben dat op de dag vervoerd dat dit gedeelte al in de Britse zone lag. Toen reden ze dus met een buit weg. Nou, na de oorlog zijn er heel veel van die V2's gelanceerd. Ja, eigenlijk is het weer A4, want het is geen wapen meer. Hier zien we linksboven dat er een tweede trap opgezet is met een camera. Die heeft wat foto's gemaakt.
meteen wel veelbelovend eigenlijk voor structuren in de, ja, in de patronen van de wolken. Dus een, ja, ook het weer eigenlijk. En ja, die camera is aan een parachute weer teruggekomen. En liet toch al zien dat de aarde ook nog een keer rond is. Want in die tijd waren mensen die zeiden van het is plat. Nou, na deze foto kon je dat eigenlijk niet meer volhouden. Nog even over von Braun. Hij was een van de vele mensen die uit Duitsland waren overgekomen. Ze waren nog steeds een beetje een aparte groep. Ze noemden zichzelf niet prisoners of war, maar prisoners of peace. Dat klinkt wat vriendelijker. Hij trouwde met een nicht van zijn moeder. En ergens begin jaren 50, 51 of zo, rond die tijd, zijn ze allemaal gelegaliseerd. Door even bij een plaatsje richting Mexico de grens over te gaan en weer terug te komen. Toen, bij die gebeurtenis zijn ze dus legaal in Amerika. Maar in 1955 werd hij Amerikaans staatsburger. Een van zijn eerste banen was de Walt Disney Studios voor het maken van 3 documentaires. En de eerste had 42 miljoen kijkers, wat toen nog veel was eigenlijk. Er komt wel een discussie over ruimtevaart. Von Braun wordt daarna directeur van de Development Operations Division. En die zijn bezig om een ballistische raket te ontwerpen om een atoombom richting Rusland te krijgen. Nou, von Braun is niet erg populair. Hij heeft natuurlijk een nazi-verleden. En hij praat eigenlijk niet over de landsverdediging, maar voornamelijk over ruimtevaart om naar de maan te gaan of verder. Maar dan komt de Sputnik. En op zich is dat niks bijzonders. Een bolletje met een zendertje erin wat piep 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 zegt. Maar als de Russen zoiets in een baan om de aarde kunnen sturen, dan kunnen ze ook een atoombom op Amerika droppen. En dat is de grote angst die daardoor ontstond. Dus iedereen is in rep en roer. En dan komt de ruimtevaartcentrum. Von Braun wordt daar de eerste directeur van. En de eerste raket die door het leger ontworpen gaat worden, want de luchtmacht en de marine waren ook bezig. Nou, marine was een hele slechte raket, die zijn daar vrij snel mee gestopt. Hun raket, dat werd eigenlijk een vergrote V2 raket, of A4, met afbuigplaten in de uitlaat. Maar het was wel de laatste keer dat het zo gedaan werd. Daar zien we het team wat zich daarmee bezighoudt. Ernst Stoerlinger zit helemaal aan de rechterkant. Die heeft nog een Duits boek geschreven, Project Viking, met de Marslanders, zeg maar in 1976. Die naam kwam al zo bekend voor, maar hij staat op een boekenplan. Militair erachter, de generaal Tochtoy. Herman Obert zit op de voorgrond. Berne von Braun aan de linkerkant en helemaal aan de rechterkant. Staat Robert Lusser, dat was de grote man achter de vliegende bom, de V1. Dat is de Redstone raket, die zo capabel was dat hij dus de eerste Amerikaan een ruimtesprong van 8000 kilometer kon laten maken. Dit is de geslaagde lancering van Apollo 11. En in december 1972 was de laatste Apollo vlucht naar de maan. En daar kwamen bezuinigingen aan en von Braun heeft toen ontslag genomen. Nou, het is ongelooflijk, ik heb het precies om 1:15 gehaald. Ik vergeet dit altijd neer te leggen. Ik heb gezegd dat ik die dia van de raketmotor van de V2 ooit eens heb overgetekend. En een verhaal van hoe ik gestart word. Ik heb er niet genoeg, maar ze liggen hier. En ja, anders is het via e-mail nog wel wat te regelen, maar dat zien we wel. Ja, nou, ik ben mooi tijd. Zo. Dankjewel Hans. Het is de traditie dat de voorzitter van Histechnica de uitleiding doet. En ik ben de kerstverse voorzitter. Eigenlijk ook kerstvers lid, want ik ben pas een paar maanden lid. En ik denk dat, waarom zou je een kerstvers lid onmiddellijk tot voorzitter bombarderen? Maar ik ken Geert-Jan al een hele tijd, vanuit de faculteit EWI.
En vanuit mijn bestuurlijke functies heb ik ook veel met de TU te maken gehad. Dus 1 en 1 is 2. Dus ik denk dat dat uiteindelijk de doorslag gegeven heeft. Dus mijn naam is Henk Sips en ik ben emeritus hoogleraar in de informatica. Mocht u meer willen weten, dan ben ik uiteraard bereid om van alles te vertellen. En ik, als het goed is, in het najaar zal ik ook een verhaal vertellen over de dingen die in mijn vakgebied de historische ontwikkelingen beschrijven. Vragen. Ik denk dat het een lezing met veel materiaal is en goed inzicht geeft in hoe de ontwikkeling en de moeilijkheden en uiteindelijk het falen van de V2 beschrijft. En zoals met veel militaire technologie, het ziet er soms vaak veelbelovend uit, maar in de praktijk blijkt dat er toch altijd wat kanttekeningen, voetangels en klemmen aan zitten. Ik heb een korte vraag eigenlijk. Ik heb gezien dat hij in Londen zoveel neerslagen waren, maar hoe konden die Duitsers checken of hun raket doeltreffend was geweest? Nou, dat proberen ze eigenlijk aan de hand van informatie die in de kranten verschenen in Engeland, voor zover dat door de sensor glipte. Er waren ook wel Duitse agenten, niet al te veel, want de meesten werden vrij makkelijk gevonden. En wonderlijk genoeg ook makkelijk omgeturnd tot dubbel agent, dus die voor de Engelsen gingen werken. Maar ja, door dat soort zaken. Maar het was vrij moeilijk eigenlijk. Deze kaarten zijn natuurlijk door de Britten gemaakt. Dus er kwam niet zo heel veel informatie. Maar ja, er is natuurlijk wel wat doorgedruppeld. Het is wel zo dat die omgeturnde agenten, die moesten dus van de Britten zeggen, zeg dat hij daar terechtgekomen is. Dan gingen de Duitsers dat een beetje bijstellen en dan kwamen ze dus ver ten oosten van Londen neer. Dat gebeurde wel. Dus verder lopen dan in het Science Center. Mijn vraag is eigenlijk volgende. Hoe lang duurde nou zo'n operatie om zo'n raket, laten we zeggen zo'n mobiele lancering, die zeg maar klaar te maken? En ik denk dat het om een paar uur gaat. Ja. En het verbaast me eigenlijk dat zoveel van dat soort lanceringen, die ze op tijd hebben gevergd, dat die niet tijdens dat proces zeg maar, getroffen zijn geweest door bombardementen, bijvoorbeeld via aangereikt via Nederland Verzet. Het lijkt net alsof daar. Nou, de gebieden waren wel afgezet. En het was vaak ook een verrassing voor de Britse piloten. Er is één piloot geweest die zag een V2 opstijgen vlak voor zijn neus. En hij wilde erop schieten, maar zijn wapen weigerde. Als dat gelukt was, dan was niet alleen hij, maar ook zijn maten die achter hem vlogen, waren verdwenen. Dus, maar het is. Het zijn toch processen geweest van enkele uren, ik noem maar wat. Ik denk dat er gauw een middag bezig zijn geweest met het klaarmaken van zo'n raket. Ja, maar het kon op allerlei plekken plaatsvinden, daar in de regio natuurlijk. En zeg maar tot ver in de herfst konden ze nog gebruik maken van het bladerdek van de bomen. Maar het is weinig, nauwelijks gebeurd eigenlijk. Ik heb wel eens gehoord of gelezen dat de raketten neergeschoten werden, maar ook wel door Spitfire, dat de Spitfire ze met de vleugeltip een tik kon geven. Nee, dat was wat anders. U had het over 3000 km per uur en dan klopt het. Wat u bedoelt, dat is de vliegende bom, dat ding met dat vliegtuigje met die straalmotor achterop. Die ging iets van 600 km per uur. Dus die kon je eigenlijk met een vleugeltip aanraken en later, omdat ze bang waren dat er een springlading is, dat je een schakelaar zou bedienen, moest je ervoor vliegen met een vleugel, zodat die dus uit zijn koers ging. Ah, ja. Maar dat waren de vliegtuigen, daar lukte dat wel. Hier was niets tegen te doen als je gestart was. Nee, dat snap ik. Als collega-voorzitter van de samenwerkende KIWI-afdeling gezien is ter techniek, kan ik toch niet nalaten ook twee punten naar voren te brengen. Ik heb tot recent in de gemeente Bloemendaal gewoond. En dan wordt altijd verteld dat in Vogelenzang, een van de dorpen van Bloemendaal, dat daar ook raketten werden gelanceerd. Via de Bekslaan notabene, zo'n lange, brede laan. Klopt dat? Ja, ze zaten tot Hoek van Holland aan toe en ook wat meer naar het noorden. Dat was echt heel gebied.
En dan een tweede punt. U hebt het over krijgsgevangenen die dan werkten in die grotten. Maar dat waren, dacht ik, Joodse gevangenen. En die, als ze niet meewerkten, weer terug naar Auschwitz werden gestuurd. Ja, ja. Nou, Auschwitz, Dora was een satellietkamp van Buchenwald. Dus daar kwamen ze vandaan en als ze ziek waren, gingen ze daar weer naartoe. Maar het zijn inderdaad dwangarbeiders. Dingen staan als ziensbrief. Ja, niet zozeer een vraag, maar meer een opmerking. Er wordt een beetje gebadinerend gedaan over de V2 als technisch raket, als ontwikkeling. Het is natuurlijk technisch gezien een fenomenale prestatie die geleverd is. Als je in een techniek duikt van de V2, ja, is het natuurlijk ongelooflijk wat daar gepresteerd is. En de hele rakettenbouw na de Tweede Wereldoorlog is ook afgeleid geweest van de V2. Dat zegt wel iets. Dat uiteindelijk het militaire effect gering geweest is een zegen natuurlijk geweest. Want het was, als het verder ontwikkeld geweest was, was het een zeer effectief wapen geworden. Maar maar in ieder geval, ik wil even wel benadrukken dat het technisch gezien een hele belangrijke ontwikkeling is. Nou, daar ben ik het mee eens. Als het zo overkomen is, dan is het niet de bedoeling. Want de V2 was ook veel beter afgewerkt dan de vliegende bom, de V1. Maar ja, al die moeite en het intellect wat erbij gebruikt is om het te maken en te ontwerpen, ja, dat is in feite voor niets geweest. Ja, ik was vroeger een erg avontuurlijk jongetje en op mijn 15e ben ik liftend naar Brussel gegaan. Toen was er in 1958 daar de wereldtentoonstelling en in het Russische paviljoen hing aan een touwtje de Sputnik. Die was net gelanceerd. Ja. Wou ik even opmerken. Ja, ik heb eigenlijk twee verhaaltjes. Eerste, ik heb twee boekjes gelezen van mensen die in Buchenau gezeten hebben. Eén was Loetje de Wijze, die in Nijmegen zat, of woonde, die ook heel terug is gekomen. En de andere van Bart van der Pot, die daar ook gezeten heeft. En beide hebben gewerkt aan de V2, assemblages. En in één of twee van die boekjes heb ik gezien dat zij moesten werken aan het richtingsmechanisme, het richtmechanisme voor die V2. En dat er zij dus veel van die dingen gesaboteerd werden, waardoor ze een bepaald component niet meer gemonteerd hebben in die dingen. En ik vond het wel grappig om dat terug te vinden. En ook leuk dat die twee mannen teruggekomen zijn. En de ene heeft een boekje geschreven, De Wilde, heel emotioneel, wat hij allemaal meemaakte. En de andere, Techneut, een boekje waar hij heel feitelijk mee vertelt. Maar dat is even een klein dingetje. Het tweede deel is, ik heb de twijfelachtige eer gehad om in 1972 in Amerika bij Fairchild Republic, via Van Meerten, de technische man van Fokker, te werken in de vliegtuigfabriek van Republic, waar in die zomer de X-10 werd ontwikkeld. Het vliegtuig dat later de A-10 is geworden. En door de relatie met Van Meerten was de grote baas van Fairchild Republic nogal gesteld op ons. Fairchild moest ook 5 F-28's afnemen. Die klaar stonden in Amsterdam en die wilden ze niet afnemen. Dus dat speelde allemaal. Maar op een goede dag werden wij gebeld uit Germantown, waar het hoofdkwartier was, dat we opgehaald werden met een helikopter en dat we gingen lunchen met de president. En we kwamen daar aan bij zijn secretaresse. We werden met hem in een lunchkamer geparkeerd. En hij vertelde, het is zo leuk, we hebben net afgesproken met iemand uit Europa dat hij ons komt helpen in het project. En even later komt de marketingdirecteur van Fairchild Republic binnen met een Duitser. En die Duitser, dat is Werner von Braun. Ja, zei de Amerikaan, yes, Dr. von Braun, no, Dr. von Braun. En hij gaat zitten en wij worden voorgesteld.
En Herman die zei, funny, I know Delft. Delft lies about 100 yards below sea level. Wij twee kleine jonge ingenieurtjes keken naar elkaar en dachten, hij is naar de maan geweest. 1,8, dat maakt niet zoveel uit. Het werd niet zo'n, het werd een vreemd gesprek eigenlijk. Het duurde 2,5 uur. Wat ik niet heb durven zeggen toen, ik woonde in Wassenaar, ik ben geboren in 1948, in mijn slaapkamertje. Daar zaten grote stukken pleister. En dat pleister, daarachter zaten de bomscherven van de granaten van de Mustangs. Die zo'n, en ik ben heel blij dat ik dat allemaal gezien heb, zo'n mobiele opstelling hebben weggeschoten. En ja, ik durfde daar niet, gezien alle dingen, aan meneer Von Braun te vertellen wat er bij ons thuis gebeurd was. En dat de slaapkamer van mijn moeder tijdens die beschietingen van het huis was afgeblazen, maar ze was ziek en was net naar de wc. Dat was alles. Ja. Toevallig ben ik in, wanneer was het, Hisco? In Dora Mietelbouw geweest. En heb ik gezien hoe meneer Von Braun inderdaad daar mensen interviewde in Boegenau. En we hebben met een aantal mensen van Kiwi daar al die gangen gezien. En ja, dan is het wel erg indrukwekkend. En dus eigenlijk kort na deze foto sprak ik meneer Werner Von Braun ergens in, ik denk, augustus 1972 in een lunchkamer met Amerikaanse diepgevroren garnalen. Ja. Iets anders dan raketten. Nou, ik wilde dat toch vertellen. Met twee gezichten natuurlijk. Ik wilde vragen, hoeveel van die mobiele opslag of lanceerinrichtingen vermoedt u dat ze hier in deze regio actief gehad hebben? Ik weet het nou, naar schatting, denk ik, naar enkele tientallen. Ik neem nog één vraag. U had al eerder uw vinger opgestoken. Want anders lopen we te ver uit de tijd. Sorry, ik heb toch wel even een technische vraag. Ik ben geïnteresseerd in die besturing. Ik begrijp dat die bestuurd werd, maar wat ik niet helemaal begrijp is waar het commando vandaan kwam. Hij werd niet radiografisch bestuurd. En dat is natuurlijk wel een vrij delicaat technisch detail, wat bepaalt of die terechtkomt waar je wil dat die terechtkomt. Ik verstond dat laatste niet. Nou, sorry, de hamvraag is eigenlijk, hoe werd precies het commando gegeven? Je hebt een giro, dan weet je wat de afwijking is, maar je moet hem ook vertellen waar hij heen moet. Waar kwam dat signaal vandaan? Was dat voorgeprogrammeerd? Ja, hij werd gewoon kort van tevoren nog een keer nageregeld. En ja, die vlucht van nog geen 6,5 minuut zijn ze betrouwbaar genoeg natuurlijk, omdat... Ja, maar je moet een variërend signaal geven, wil hij een baan lopen. Dus er moet een soort programmaatje in gezeten hebben. En dat is zeer geavanceerd voor die tijd. Ja, het is eigenlijk gewoon de giro die zijn stand in die cardanria doorgeeft. Want als hij helemaal gelanceerd was, was er geen ingrijpen meer aan. Het laatste signaal was dus die klep openzetten, zodat die stoomontwikkeling de pomp aandreven. En vanaf dat moment moest hij zijn gang gaan. Ja, maar het moet voorgeprogrammeerd zijn. Want nogmaals, dat ding geeft alleen maar de stand aan. Maar je moet hem vervolgens vertellen hoe die dan continu die stand moet veranderen. Ik weet wel dat op het schemaatje wat ik liet zien, zitten er ook potentiometers in de stuurvlakken en de straalgeleidingsplaten. Dat is een feedback in het apparaat zelf. Ja. En er is, ja, wat ze noemden iets, miscurate, die informatie kwam dan samen. En dat zorgde er uiteindelijk voor. Dat ja, want dat was mijn tweede vraag. Er zijn twee manieren om te besturen, ook nog met die platen. Ja. Dus dat was zeer geavanceerd. Ja. Dat kan niet anders. Ik zal u een kaartje geven zo meteen. Dan stuur ik ook de documentatie die erbij hoort. Ik stel voor verdere technische discussie na afloop van deze sessie te doen. Dat was zeer interessant. Mag ik dit nog één keer? Ja? Ik heb dit ooit overgetrokken van die dia's. Ik heb niet genoeg, maar er is misschien wel wat anders te verzinnen. Dat wie geïnteresseerd is, er toch eentje kan krijgen.
Het is, ik wil Hans hartelijk bedanken voor een zeer interessante lezing. En, gezien het aantal vragen en de diepte daarvan moet ik concluderen dat u het ook interessant vond. Het is normaal gebruikelijk dat we altijd een cadeau, twee cadeautjes geven. Eén heeft u al per abuis gehad. En het is een wonder dat u de lezing daarna nog heeft willen geven. Het andere is een boekje van de historie. En hartelijk bedankt voor deze voordracht in ieder geval. Graag gedaan. Dan wil ik u aandacht vragen voor het programma van de lezingen voor de rest van het jaar. Er zijn voor de zomer zijn er twee lezingen gepland. De eerste is van professor Jannie Dankelman van 3ME, maar dat zegt u misschien niet zoveel. Dat is voormalig werkdagbouw over minimale invasieve chirurgische ingrepen. Heel interessant, denk ik. Ik ken Jannie persoonlijk. En in juni, daar heb ik eventjes... Dat gaat over de zwarte gaten, geloof ik. Hè? Maar welke naam daarbij had, kon ik zo snel niet vinden. Ik zit even... Van Dongen is dat. Professor Van Dongen. Albert Einstein en het zwarte gat. Oké. Dan in het najaar zijn er drie gepland. Eentje van Ernst van Homburg over een eeuw chemische technologie. We weten nog niet precies in welke maand. Het zijn oktober, november, december. Maar daar krijgt u nog wel detailinformatie van. Dirk van Delft over Kaan. En ik zelf zal ook een verhaal vertellen over de grote versnelling, als het goed is. Dus een vol programma, dankzij onze programmacommissaris Joost. Denk ik kunnen we met vertrouwen de rest van het jaar tegemoet zien. Dan, gezien de tijd, wilde jij nog wat vertellen, maar ik denk dat het geen tijd is om nog hier een presentatie te geven. Misschien kan je even kort toelichten van wat je te vertellen hebt over iets anders. Ik ga het nu wel via de twee secretarissen verspreiden. Zoals jullie weten was ik bezig met een paar honderd boeken ergens onder te brengen. Ik heb er trouwens ook nog een paar van de V2 hier liggen voor de echte liefhebber. Dat bracht mij naar het Nederlands Transportmuseum in Nieuw-Vennep. Ik had er nog nooit van gehoord, ik was er ook nog nooit geweest. Tot november zetten ze daar nog. Dan moet de collectie ingepakt worden. Ik ga een bezoekje voor liefhebbers regelen daar. Maar ik verstuur het dus al via de website. Hartelijk dank. Dan sluit ik dit formeel af en wens jullie allemaal een goede thuiskomst. Dankjewel. Ik weet dat de Amerikanen op een gegeven moment een JB2-raket hadden. Een JB2-raket. Was ze afgeleid van de...